Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. COVID-19 situatie ernstig, all hands on deck, zegt minister Ramadien. Overheid werkt aan verbeteren sociale ziektekostenverzekering. Alruim SAD 4,5 miljoen aan COVID-19 steun uitbetaald. En Basokaartenbestand drastisch teruggebracht. Suriname zit midden in de derde golf van de COVID-19-pandemie. Dit kenmerkt zich door een drastische stijging van het aantal positieven. Er is sprake van zich snel verspreidende varianten. De zorg staat onder grote druk en een pakket aan maatregelen is nodig om de opmars van het virus te beteugelen. Het is all hands on deck, zegt minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. Hij sprak zondag tijdens een Zoom-persconferentie als volgt. U bent op de hoogte van de huidige geldende maatregelen. Morgen is maandag 26 april en de aankondiging van deze maatregelen geldt zoals bekend tot maandag 10 mei, dus voor 2 weken. Het allerbelangrijkste voor wat de samenleving dient te weten is dat de regering gisteren en eergisteren diverse gesprekken heeft gehad met verschillende actoren. We noemen bijvoorbeeld DNA, maar ook het bedrijfsleven, de bestuursdienst en anderen. We hebben goed gebrainstormd en gekeken om een balans te vinden, ondanks de kritische situatie, om een balans te vinden van maatregelen die 1. Onze gezondheidszorg beschermen, de burger dus verzekerd is, moet zijn van reguliere zorg, maar 2. Ook de sociaal-economische situatie, maatschappelijke situatie in het land, ook niet te ontwrichten met maatregelen. Vandaar dat besloten is dat wij vooralsnog continueren met de weekend lockdowns. Dat betekent, we zijn vandaag in een weekend lockdown, dat betekent dat zoals het er nu uitziet, de weekend lockdown van het volgend weekend ook gecontinueerd zal worden. Uiteraard is het belangrijk om te weten dat indien de situatie verbeterd in de komende periode de maatregelen zeker gereviseerd worden. Maar voor nu staat vast dat het uitgaansverbod in het komend weekend ook gesteld wordt vanaf vrijdag 30 april van 8 uur in de avond tot maandag 3 mei tot 5 uur in de ochtend. Nogmaals, vrijdag 30 april van 8 uur in de avond tot maandag 3 mei, 5 uur. Dat betekent dat die vrijdag waar die om 6 uur de lockdown inging, nu gesteld is op 8 uur. En door de week, dus van maandag 26 april tot en met vrijdag 30 april, er een avondklok geldt of een uitgaansverbod van 8 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. De samenscholing die blijft vastgesteld op 5 personen op openbare plekken en in openbare ruimte. Dit geldt uiteraard niet voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een protocol is. Ik benadruk, samenscholing, dat hoort ook in dat feesten, sitjes, huisfeesten of parties strikt verboden zijn. Er zal geen toestemming en ook geen dispensatie worden verleend. Maar bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien er voor zover niet meer dan 10 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn. Uiteraard moet de ruimte ook die 1,5 meter afstand kunnen toelaten. Maatregel 4 zijn dat alle groeps- en contactsporten verboden zijn, maar individuele sportactiviteiten in de buitenlucht wel toegestaan zijn zolang er geen direct contact is met anderen.
Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. In de periode van maandag 26 april tot maandag 10 mei zullen de volgende sectoren gesloten zijn voor het publiek. Nachtclubs, dansings, discotheken en dergelijke. Bordelen, bars, indoor dining, outdoor dining, dus terrassen, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, spelkantoren, sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of gelegenheden. Kappers, kapsalons, schoonheidssalons en barbershops. De navolgende sectoren zijn open voor het publiek onder strikte naleving van de protocollen. Restaurants en commerciële gelegenheden voor het bereiden van eten. Let wel, afhaal en bezorging. Afhaal en bezorging zijn uiteraard mogelijk. Afhaal uiteraard binnen de uren dat er geen uitgaansverbod is. Van maandag tot en met vrijdag is het afhalen mogelijk tot 7 uur en levering tot 11 uur. En in het weekend zal dat zijn van 5 uur tot 11 uur op zaterdag en zondag. Supermarkten, bakkerijen, apotheken, drogisterijen, polyklinieken, slagerijen, malls, klinezaken en overige detailhandelszaken zijn open. Dit in overleg met het bedrijfsleven, waar concreet en duidelijk is gecommuniceerd dat de protocollen die zijn opgesteld voor deze bedrijven en winkels strikt worden nageleefd. We hebben gemerkt in de afgelopen periode dat er steeds minder controle is bij bedrijven, bij handelszaken. We zijn van mening dat, en het is het advies van het OMT geweest uiteraard, om de detailhandel te sluiten. U begrijpt dat dat ook de maatschappelijke gevolgen heeft die niet gewenst zijn. Maar we hebben good understanding, we hebben gesproken met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft zich gecommitteerd aan het naleven van de protocollen, nog meer dan ooit. Wij hopen en we rekenen op de input van het bedrijfsleven om die controle voor ons te intensiveren. We kunnen onmogelijk met de politie of met het bestuursdienst of met andere clusterinspecties overal aanwezig zijn. Het is all hands on deck. Ik heb het eerder gezegd, anders zullen wij met z'n allen de nadelen en de gevolgen van het instorten van onze gezondheidssystemen ervaren. Dus we gaan ervoor om met z'n allen de maatregelen zo strikt mogelijk na te leven. Personen die daadwerkelijk behoefte hebben aan een sociale ziektekostenkaart zullen daarvoor ook in aanmerking komen. Het bestand is opgeschoond, maar het blijft niet hierbij. Thans wordt eraan gewerkt de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. De middelen die door de opschoning worden bezuinigd, zullen worden ingezet in de vorm van acute noodhulp en het bekostigen van medische meerkosten. Wij spraken minister Urayqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Het systeem natuurlijk wat we hebben aangetroffen van 200.000 geregistreerden, weten we allemaal. En ik herinner ieder weer dat er een explosie is ontstaan in 2018, welke eigenlijk zeer populistisch is gebruikt. En hoe dat allemaal zo ver is gekomen dat wij het nu kunnen filteren, dat het gefilterd is geworden, is natuurlijk moeizaam gegaan, mag ik eerlijk zijn. Maar ik mag ook toegeven dat onze BASO-kantoren samen met de UO, uitvoeringsorgaan, en alle ambtenaren die een steentje bij hebben gegeven, dat we natuurlijk ervoor hebben gezorgd dat het zo ver is gekomen dat wij nu, als we kijken naar het bestand, als we kijken naar de premiesubsidie die SOSAVO eigenlijk geeft aan de behoeftigen, die natuurlijk een verzekering nodig heeft, de BZV-verzekerde, de BASO-verzekerde, dat deze mensen daadwerkelijk dat krijgen. En dat we natuurlijk niet daarbij stoppen bij het alleen filteren van het systeem, maar te ook kijken wat wij kunnen betekenen in de toekomst om het gezondheidszorg naar hun toe te verbeteren. Natuurlijk moeten we ook ernaar kijken dat we niet alleen dat verbeteren, het moet nog steeds betaalbaar blijven. En voor de mensen die het niet kunnen permitteren, de behoeftigen volgens criteria van SOSAVO die voldoen aan het ontvangen van premiesubsidie, kunnen dan ervoor zorgen dat deze mensen
daadwerkelijk worden geholpen. Intussen mag ik ook aangeven dat er heel wat noodgevallen waren, spoedgevallen. En ik moet ook dankzeggen aan collega Volksgezondheid en ook dankzeggen aan de ziekenhuizen die mee hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat deze patiënten, deze cliënten geholpen zijn geworden in combinatie met de ziekenhuizen en SOSAVO, dat wij hun niet in de steek hebben gelaten, niet in de kou hebben gelaten. Ik mag ook aangeven dat het geen makkelijke taak is geweest, maar intussen hebben we dan onze inhaalslag gemaakt en wat we dan willen doen is ervoor zorgen dat wij alleen gaan voor verbetering en dat blijven doen en ervoor zorgen dat niet alleen de regering verbetering krijgt in het systeem, maar dat de mensen die daadwerkelijk voldoen aan criteria, dat zij natuurlijk ook een verbetering krijgen in hun gezondheidszorg. De regering heeft vanaf de start van de online registratie in februari tot heden al SRD 4,533 miljoen aan COVID-19 steun uitbetaald. De registratie gaat door zolang als de COVID-19-pandemie zich blijft voordoen. Deze mogelijkheid bestaat voor personen die kunnen aantonen dat ze zijn ontslagen, een verminderd inkomen hebben en op zoek zijn naar een baan. Het kan dan ook gaan om kleine zelfstandigen of KMO'ers die geen inkomen hebben gehad in de afgelopen periode. U hoort minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Tot nu toe hebben 3610 mensen zich aangemeld, online registraties. En 3022 mensen zijn geselecteerd. Dat wil zeggen dat de rest van de mensen of hun documenten niet in orde waren, of ze waren ambtenaren die ook geregistreerd hadden. Maar al met al, ze kwamen niet in aanmerking voor de COVID-steun. Daarnaast moeten ze ontslagen zijn. Je moet kunnen aantonen dat je ontslagen bent. Je moet een verminderd inkomen hebben of een kleine zelfstandige zijn of een KMO'er zijn, waarbij je kan aangeven dat je minder inkomen hebt gehad in de afgelopen periode. We zijn begonnen in februari met de nieuwe registratie. Let wel, vele mensen komen in de war met die 10.000 registraties van de vorige regering. Die hebben we niet kunnen afronden omdat het een heel vervuild bestand is. Er hadden ambtenaren, er hadden ondernemers, iedereen had zich geregistreerd. Nou, wij hebben een ander systeem bedacht. We hebben een online registratie dan gedaan, waarbij we nieuwe registraties zijn aangegaan. En dat is vanaf februari begonnen. We hebben februari, maart hebben we geregistreerd. En april hebben we ook wel geregistreerd. En in mei gaan we weer een weekje opengooien om te registreren. Vaak genoeg vragen mensen me waarom maar een weekje. We hebben maar 7 dagen om te kunnen registreren. Zodat wij op tijd de uitbetalingen kunnen doen. Want je moet nog selecteren. Je moet het nog naar de bank sturen. Je moet het nog naar financiën sturen. Dus het heeft allemaal een procedure. Maar ik ga u zeggen, we hebben februari, maart hebben we al uitbetalingen gedaan. Dat gaat om, laat me zeggen, ik heb het even hier hoor, laat me even spieken. We hebben 1591 personen betaald. 1431 personen over 2 maanden betaald. Dus dan is het voor februari en maart. En die van 1591, die zijn alleen over maart uitbetaald. En dan nog 160 personen. Dus samen hebben we dan, heeft de regering haar SRD 4.533.000 aan COVID-steun uitbetaald. Dus en we gaan verder met de registraties totdat de COVID-situatie nog heerst. Gaan we verder met de registraties. Ik wil de mensen dan wel oproepen om zich zoveel mogelijk te registreren. Ik heb pas begrepen dat de marktventers zich niet wisten dat ze moesten te registreren. Nou, daar roep ik ze hierbij op. Er is een online registratie. Weet u dat niet? Er is een page van het ministerie van Arbeid. Gaat u op onze page. Alle nummers, alle informatie. Er zijn zelfs filmpjes hoe u moet downloaden. Hoe u moet invullen, hoe u moet registreren. En als u hulp nodig heeft, dan kunt u op een van de nummers bellen sowieso.
Het Baso-kaartenbestand is van 200.000 geregistreerden teruggebracht tot 70.000. De regering kon door haar aangetroffen situatie niet voortzetten. Een groot deel van de geregistreerden was onterecht in aanmerking gekomen voor een ziektekostenkaart. Het kostte de staat volgens minister Bronte Somohadjo van Binnenlandse Zaken miljoenen per maand. Zij die nu in het bestand zitten, hebben recht op een kaart. U weet, we hebben een politiek vervuild systeem overgenomen qua basispasjes. Het ging ongeveer om 200.000 mensen die onterecht of terecht een basispasje kregen. Op instructie van de president hebben wij dat moeten aanpakken, want het kost de staat natuurlijk miljoenen per maand. De president heeft gezegd, het gaat zo niet verder kunnen. Je moet het bestand schoonmaken. Dat hebben we gedaan in samenspraak met de collega's van SOSAFO, collega's Volksgezondheid en Arbeid. Hebben wij een clusterteam in het leven geroepen. En het is die gelukt, samen met SZF, om de politiek vervuilde bestand van 200.000 naar 70.000 te brengen. Dat betekent de mensen die nu in het bestand zitten, hebben daar recht op. En het bespaarde staat vele miljoenen. Daar ben ik blij om. Mijn collega SOSAFO heeft heel hard zijn best gedaan, samen met SZF. Dus we zijn op het punt nu gekomen dat we van een zo goed als schoon bestand kunnen praten. De overige aanpak van hoe je nu moet aanmelden, daar moet u bij Sociaal Zaken voor zijn, want hij is de trekker. Wat betreft de reparatie van de basiswet. De basiswet zijn we bezig te repareren. We hebben al verschillende stakeholders brieven geschreven. We wachten nog op de reacties van een aantal stakeholders. We wachten op de adviezen en we proberen binnen 3 maanden de mankementen in de basiswet te veranderen, zodat we een wet hebben die wel goed is, een wet die wel werkt. Want deze wet werkt niet. Dat merkt u ook. Het is een wet geweest die misschien niet op de juiste manier is aangenomen, in alle haast is aangenomen. En die willen wij nu in alle rust verbeteren, zodat de wet goed zal werken voor land en volk. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.